remarkable global phenomenon. Thousands of people have been gathering in meetings to experience the power of ideas. Er is niks zo saai als sprekersbepalen. Mensen die een verhaal hebben, is vreselijk. Hè? Dus als bestuur, toen we bezig waren met TEDx, toen hebben we gezegd, nou, 8 minuten, en als je lang gestopt bent, 12 minuten, dat is het eerste. Het tweede is, geen zaaltje, stoffig zaaltje met mensen, maar liefst 100.000 mensen online die er ook naar kijken. TEDx is dus een extern georganiseerde TED-event en wij gaan ook een aantal sprekers een podium bieden om hun ideeën aan de rest van de wereld te verkondigen. We zijn zeer interessante mensen tegengekomen die echt iets moois te vertellen hebben. Een aantal namen is Dr. Kirin Wawu, die praat over de bonus, waarom bonus niet werkt. Tom de Wind, die heeft de orthese ontwikkeld voor dolfijnen, die gaat die precies uitleggen hoe die dat gedaan heeft. Jerry Butler, dat is dus een Amerikaans spreker, die gaat alles vertellen over de alternative energy en zijn visie binnen het Caribisch gebied, want daar is hij in gespecialiseerd. We hebben Joost Nauta, dat is een jonge man die geheel gehandicapt is, behalve zijn 2 vingers en zijn stembanden. Belangrijk is voor ons dat de ideeën die dus zeg maar op dat podium zeg maar, gepresenteerd worden, dat die straks een eigen leven gaan leiden. Dat de ideeën zaadjes planten bij zeg maar, de gemeenschap, bij individuen in de gemeenschap en dat ze daardoor zichzelf getriggerd voelen om iets daarmee te gaan doen of iets vergelijkbaars te doen. En ja, zaadjes planten, maar in wat voor aarde ze vallen, dat weten we niet. We zien wat er gebeurt. Precies, en dat is ook het idee van... Dat is ook het idee van TEDx Curaçao. Precies, ideeën op Curaçao, met Curaçaose mensen of Curaçao en onderwerpen die voor ons interessant zijn. En die vervolgens wereldwijd ook te gaan presenteren. Dus ook Curaçao een stukje exposure geven. Zonder franje kan je niet schelen of je professor bent of dat je niet op school hebt gezeten. Het gaat om het idee. En het gaat erom dat het publiek het hoort. En of je nou kunt spreken of niet, interesseert ons geen bal. Een jongetje in Afrika die van allerlei afvalmaterialen een windmolen heeft gebouwd. En zo zijn dorpen waar geen elektriciteit is. Een man die iets bloot in een grote glazen kist in het ijs zet. En die is daar 2 uur lang in het ijs blijven zitten. Die toont aan dat je lichaamstemperatuur kan laten zakken.